Ja, maar die hoofd is dan. Als je twee keer gehit worden, ben je bij de andere kant. Ja. Ja. En we moeten zorgen. Jullie moeten mij ergens gaan. Jou? Ja, ik ben jullie gastig. Jij bent onze gastig. Jij hebt een wapen gewoon. Ja, die mogen jullie me van me afpakken. Ik ben heel goed met wapens. Vooral. Ja, moet ik er twee doen? Nee. Kunnen wij geen dual wield gaan? Ja, het is bedoeld dat de NL echt bijhouden voor die jongen. De NL, ja. Oké. Check hem maar even. Ja, check hem maar even. Ja. Dan gaat hij een bomgordel. Oh, kut! Oh. Nee, er zit niks in. Nee, nee. Laat of zo. Ik heb verder heb ik niks. Nee, verder heb ik niks. Waar wil je dat je spulletje slaat? Ja, mogen ze op tafel liggen van jou? Moet hij alles doen wat hij zegt, man? Ja. Ja. Het zal niet vergaan. Nee. Ja, leg het netjes op tafel en dan. Ja, hij Hé! Hey. Oh! Hij is hostig. Kijk uit, hè? Ja. Hé jongens, waar laten we hem? Ik zou zeggen, laten we sluiten omdat ik hier gewend ben. Wie is de hostig? Loop hem mee. Oh. Hij heeft hem al gevoeld. Ja, ja, ik ben ja, hij is leuk. Als jij ook even wil voelen, mag wel. Nee, man. Voor de zekerheid. Nee, ja. Ja, even nog een keer dubbelcheck. Wilma! Wilma! Wat voelen! Nee, ik hoef niet te voelen. Wat hier meestal gebeurt, is dat de hostage naast die grote toren, er zit een hokje. Ja. Daar kun je weer in opsluiten. Oh, dan zit hij lekker droog. Ja, dat wel. Oh, nou prima. Ik ben voor. Let's go. What is happening? Ja, moet hem hier zetten. Dit is al hostage. Aha, nice to meet you. The other team has come and rescued him. Yes. Pretty much that's it. Oké, okay. Nou, hey. Neem maar mee. Breng hem maar naar het hok eerst. Neem maar mee. Ja, kijk naar de container. Die moeten ze hierin brengen. Hier. En dan, als die vlak hierin is, dan mogen ze dichterbij spannen. Dus we moeten wel proberen die vlak hieruit te houden. Thank you.
Axel! Ja! Kom eens! Ja, Marshall! Yes! Hé, hey, dat kan toch niet, hè? Hij staat, als hij binnen wandelt, op het moment voor zeg maar, jij trekt af, en hij wandelt nog, staat hij, als hij binnen staat met de vlag, is het goed. Dat is de regel. Binnen met de vlag, dus jij hit hem wel, dat klopt. Maar voordat je BBM bereikt heeft, staat hij binnen. Dat is de regel. Want anders kun je, nou ja, net wat je zei, anders kan het inderdaad niet. Nee, dat komt. Als hij op de deur staat en hij wandelt naar binnen met de vlag voordat jij voor zijn knar hebt geschoten, staat hij binnen. Dus dat is correct. Hij was toen zeg maar niet binnen te planten, hij moet gewoon, ja. Had die vlag achter in zijn rug, dan stapt naar binnen. Ja. Voordat jij hebt geklikt, die bieber zit tegen me aan, maar hij staat binnen, dus is hij safe. Yes? Dat hanteer ik altijd als regel, anders... Ja. Ik heb daar altijd zoveel discussies over gehad, dus daarom heb ik dit als regel gehanteerd. Goeie vraag. Marshall! He got hit, no problem. Flag is down, new respawn. They got the new respawn. Yeah. Okay. Dus hij mag gewoon met die vlag naar binnen wandelen. Yeah. Oh. En als hij dan geraakt wordt, dat is jammer voor hem. Ik zie de baby Pak je hem! Yo, kom op man! Moet ik een drum op jou leeg schieten? Jezus, schakbal! Godverdomme, een halve drum leek schiet op die idioten. Fuck off man. Ik heb een halve drum op een gozer leek geschoten. Dat weet ik gewoon niet.
Let's be.